Het is tijd voor alweer de allerlaatste Grand Prix voor de zomerstop. De grote prijs van Hongarije. Ja, en met deze heerlijke zomerse temperaturen presenteren we het gewoon vanaf een bootje. Want zo zijn we. Sylvana onwijs bij de vorige aflevering, dus we hebben besloten om haar toch vanuit de vakantie weer even terug te roepen. Wel een beetje in haar natuurlijke scenery voor de vakantie, maar wel fijn dat je weer bij bent. Ja, toch? Ja, ik heb eigenlijk vakantie, maar ik dacht die laatste Grand Prix voor de zomervakantie, die knallen we er nog even op. Allemaal voor jullie, want zo zijn we. Zo zijn we, maar ik moet zeggen, Maruska heeft het wel ontzettend goed gedaan de vorige keer. Ja. En je moet ook niet vergeten, de eerste keer is altijd pijnlijk. Laten we het vooral gaan hebben over de Formule 1 en over de Grand Prix van Hongarije. Ja. Het is de Hungaroring en die staat al sinds 1986 op de kalender. En dat is volgens mij niet voor niets, want dat komt omdat het wel een leuk circuit is. Ja. Maar wat maakt het circuit nou zo leuk? Boedapest staat ook wel bekend, of de Hungaroring staat ook wel bekend als Klein Monaco eigenlijk. Monaco zonder de muren zou je kunnen zeggen. Het is namelijk een heel smal baantje, heel technisch, korte bochtjes, weinig rechte stukken. Wat dus, om er gelijk maar even alvast naar vooruit te springen, betekent dat Red Bull er vrij sterk zal zijn. Het is dus een vrij technische circuit. Welke teams hebben daar vooral veel voordeel van? Red Bull is goed op het technische. Nou blijft het wel zo dat Mercedes en Ferrari met de motor wat voorop lopen. Ja. Dus ik zou wel zeggen dat het is standaard voor die drie teams altijd een goed resultaat. En verder denk ik dat bijvoorbeeld een Haas het wat moeilijker zou krijgen. Want die zijn echt juist op hun kracht van de Ferrari-motor altijd heel sterk. Ja. En die zal hier niet zozeer ten goede komen. Ik denk dat Sauber wel eens een prima weekend kan hebben. Even over Ricciardo, hè? Ja. Zijn onderhandelingspositie op dit moment is niet heel top. Nee. Ferrari heeft zijn zitjes vergeven. Mercedes heeft nu zijn plekjes vergeven. Ja. Wat gaat hij doen? Nou, Ricciardo heeft wel echt zijn kaarten verspeeld. Er zat natuurlijk rondom Monaco Grand Prix in de positie dat hij in een goede flow zat. Zowel Ferrari als Mercedes had nog niet hun tweede rijder getekend. Dus daar was een optie voor Ricciardo. Dat wist hij zelf ook, dat wist eigenlijk iedereen. Maar het was nooit zeker. En hij was in gesprek, maar het was nooit concreet. En toen heeft hij Red Bull heel erg afgehouden. En heel erg met dichte kaarten gewoon hard to get gespeeld. Ja. En vervolgens kiezen zowel Ferrari als Mercedes voor hun tweede rijder die niet Ricciardo is. En nu zegt Red Bull... Hey Daniel, zoek er lekker uit. Je krijgt gewoon een simpel contract van ons, want je kan toch wel nergens anders heen. Denk je tussen wel een schip vallen? Zo is het, dus helaas voor hem. Grapje. We hebben op deze boot helaas geen mooi groot scherm, dus Stijn, jij kan het circuit daar niet op uitleggen. Nee. We kunnen twee dingen doen, of we gaan wakeboarden, ja. Of je gaat het gewoon proberen zonder scherm. Ik ga het eerst zonder scherm proberen en daarna gaan we alsnog wakeboarden. Het circuit van Boedapest, Hongarije. Heel technisch circuit, zoals we net al even hadden vermeld. Eerste rechte stuk is ook met de eerste DRS-zone. Bocht 1 gaan we zeker wat inhalen zien. Bocht 1 is volgens een lange remzone met een langzame bocht. Waarna de tweede DRS-zone gelijk komt. Dus de personen die iemand inhalen op het eerste rechte stuk, kunnen wel eens op het tweede rechte stuk teruggepakt worden. Gaat zeker wat leuke gevechten verzorgen. Bocht 2 is vervolgens binnendoor en buiten onmogelijk. Bocht 3 zal vrij makkelijk vol gas zijn met de downforce dit jaar, waarna je de waarschijnlijk derde DRS-zone opgaat. Okay. Dat is nog niet bevestigd, maar aangezien ze dat vaak doen dit jaar met de derde DRS-zone, denk ik dat het hier wel eens weer kan komen. Zeker omdat Boedapest niet een circuit is waar heel veel zou worden ingehaald. Bocht 4 is een hele snelle linkerbocht. Is helemaal blind, want je komt vrij stijl de heuvel op. De beelden zie je dat nooit heel goed, maar als je een keer op het circuit bent en je doet een trackwalk, dan kan je echt zien dat er heel veel hoogteverschil zit. Daarmee ga je ook de tweede sector in met die linkerbocht. Dat is een hele technische sector. Bocht 5 is een krappe rechte bocht, 180 graden. Zo goed voor de auto's die technisch sterk zijn, zullen daar verschil kunnen maken. Waarna vervolgens nog een langzame chicane komt. In principe geen echte inhaalbocht, want daarvoor is de remzone te kort. En daarna komt echt de technische zone. Bocht 7, 8, 9, 10. Allemaal net niet vol gas, klein liftje. Track position is heel belangrijk, dat je goed op één lijn blijft. Al die bochten zijn namelijk aan elkaar verbonden. Dus als je één bocht net te laat instuurt, zit je alweer verkeerd voor de volgende en daarmee ook weer verkeerd voor de bocht daarna. Dus je kan daar heel veel verliezen en heel weinig winnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Leuk. Vervolgens kom je met een klein rechtstukje op de laatste sector. En de laatste sector bestaat eigenlijk maar uit drie bochten. Drie korte bochten, één 90 graden bocht en dan de laatste twee weer 180 graden helemaal rond. De derde sector zie ik maximaal een paar seconden in de kwalificatie.
Oké. Okay. Dat was een rondje Boedapest. Dat doe je toch knap, zonder scherm? Ik vind het een superleuke circuit. Het is alleen wel, het is echt een van de zwaarste circuits van de kalender. Omdat je bijna geen rust hebt. Elke, zelfs, alleen het hoofdrechte stuk is echt even rust. Maar zelfs het rechtstuk daarna zit nog een kleine knik in en je bent alleen maar aan het werk. Je bent alleen maar aan het sturen. Daarbij is het altijd heel erg warm in Boedapest, hoogzomer. Dus vermoeidheid gaat ook zeker een rol spelen. Grid girl, maar ik kan het wel een beetje, ik kan het jullie ook wel vertellen. Het wordt 32 graden, strak blauwe lucht. Het wordt warm, het wordt vochtig. Geen kans op regen. Dat was trouwens wel in 2011 en in 2006, 2005. Ik vind dat je al goed hebt ingelezen. Ik vind het prima. Ja. Nee, dat is gewoon algemene kennis. Ja, oké. Nee, maar toen regende het, maar de kans dat het deze Grand Prix gaat regenen is gewoon vrij nieuw. Wat betekent dat het, zoals wij al zeiden, fucking warm wordt. Het wordt heel heftig. Ja, welk team gaat zichzelf hier echt tegenkomen? Dat is wel leuk, want wij vragen altijd welk team gaat het hier goed doen. Maar welk team gaat het juist helemaal niet goed doen? Dat kan ik je wel vertellen, dat is Williams. Ja? Ja, die gaan het reeds zwaar krijgen. Zeker niet de beste rijders. De degradatie van hun banden is echt niet geweldig. Dus die gaan het moeilijk krijgen. Ik denk ook dat Renault het hier zwaar gaat krijgen. Ja. Ik vind dat zij ook niet sterk genoeg zijn op de degradatie van hun banden. Nee. Dus weet je, als het bijna 40 graden wordt of 38 graden, dan wordt de baantemperatuur zo 55 graden, dan slijten die banden zo snel. Dus een extra stopje voor een Renault auto zou me niks verbazen. En hoeveel stops gaat, denk je, een Hamilton, Vettel of Max doen? 2 of 1? Dat is, na de vrijdagtraining kan ik je precies vertellen. Het zal 1 of 2 zijn, inderdaad. Ik doe even die mug weg. Deze week hebben we helaas geen technische vraag, omdat de regenuur zoals de vorige keer vooral gingen over de schoonheid van Maruska. En het gemis van Savannah. Ja, dus daarom hield niemand zich bezig met de techniek, godver, wat best wel zonde is, want de techniek is altijd heel interessant. Dus dat hebben we gedaan, we hebben gewoon een technische vraag van een aantal shows geleden erbij gepakt. En die ga ik er even bij pakken. En die technische vraag is deze week van, nou niet deze week, van een aantal deze weken terug. Deze keer van Stanny03 en die vraagt het volgende. Tijdens een F1 weekend zijn er meerdere raceklasses. Hoe wordt dit geregeld in de pitbox? Leuk, goede vraag. Ik heb in die raceklasses gereden, dus het is heel makkelijk om dit dan te beantwoorden. Alle races hebben wij hebben alle support event, zo heet dat. Teams hebben een tentje achter op de paddock. Hier. Dus je hebt de Formule 1 paddock bij de pitsgebouw. Daar staan dus ook alle auto's in de pits. Daarachter is de support paddock zoals het heet en daar staan de GP3 en de Formule 2 auto's. Okay. Om en om, gewoon in een tent naast de vrachtwagen. Dat klinkt misschien heel goedkoop, heel makkelijk. Het is wel heel serieus en professioneel opgebouwd en het ziet er hartstikke mooi uit. Alleen het is geen Formule 1. We hebben het eigenlijk al een gedurende show erover gehad welke teams het goed gaan doen. Hè? Het is een technisch circuit, maar ik ben toch wel benieuwd naar de top 3. Ja. Wat wordt het? Op zondag gaat toch Max de race winnen. Oké. Misschien een beetje enthousiast en met de oranje bril. Maar ik denk gewoon dat als er nog een race is dit jaar waar Red Bull echt kan presteren. Vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht. Ja. Dan is het nog Boedapest. Dus dan wil ik ook op Max op 1 zetten. Dan denk ik wel Vettel op 2. Want Ferrari is wel echt dominant. Interessant. En Hamilton dan op 3. Omdat Hamilton wel echt de master van Boedapest is. Die is er echt heel snel. Alleen de Ferrari-auto is gewoon sterker, dus daarom dat hij niet in de tweede staat. Dus oké. Okay. En bij jou? Ja, ik heb het een beetje anders. Zoals je zegt, Hamilton gaat het hier goed doen. En dat Hamilton is gewoon een fantastische rijder en die is technisch heel goed. Dat heeft hij vaak genoeg bewezen. Hij is ook in de regen goed, wat trouwens niet gaat gebeuren. Maar als jij een beetje in de regen goed bent, dan ben je gewoon goed. Ben je technisch goed. Ben je technisch goed. Daarom zet ik Hamilton op 1. Ja. Ik zet toch Max op 2. Oké. Okay. En op 3 zit ik Ricciardo. Leuk. Ja. En waarom denk je niet dat Ferrari gaat scoren? Nou, ik denk ze moeten wel. Hè. Vettel die voelt nu druk, maar dat is niet altijd goed. Ik denk dat, het is gewoon een gevoel, maar ze gaan misschien eentje gaat uitvallen of eentje gaat crashen. Ja, dan gaat zes keer over de kop, ergens de muur in, spektakel. Ik denk sowieso dat het een spektakel wordt. Ja, en dit was hem alweer, de laatste Formule 1 show voor de zomerstop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, denk ik. Geniet van jullie vakantie. Fijne tijd. Nee, niet springen. Dat is gevaarlijk. Nog niet. Nee, nog niet. Wacht even. Nee. Oh.
nat geworden vandaag.